Meisjes van de kinderhuizen Efran, Saron en Gerardina Johanna zijn vandaag begonnen met een 8-weekse training in codering. Het initiatief voor de training komt van de afdeling genderaangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de Internationale Dag van de Vrouw en de Internationale Dag van Meisjes in ICT. De directeur van BISA, Nasir Eskak, vindt het belangrijk dat meisjes zich verdiepen in innovatie, technologie en kunnen beschikken over digitale vaardigheden. Jonge vrouwen zouden hierdoor bewuster kunnen worden van hun rechten en maatschappelijke betrokkenheid. En hun enorme mogelijkheden bieden die inspelen op hun behoeften. Meisjes toegang bieden tot informatie, communicatie en technologie, afgekort ICT, is ook belangrijk voor hun recht op vrijheid van meningsuiting en is noodzakelijk voor de vervulling van andere fundamentele mensenrechten. Door vrouwen en meisjes ook te betrekken bij het creëren van digitale inhoud, kunnen ze helpen om positieve beelden van vrouwen en meisjes te creëren, waardoor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen kan worden bevorderd. Het is daarom belangrijk dat meisjes van jongs af aan toegang hebben tot trainingen in digitale vaardigheden die hen in staat zullen stellen te groeien, zich goed te ontwikkelen en te werken in beroepen die worden geautomatiseerd en waar digitale vaardigheden verplicht zijn. Hiervoor moeten de verschillende inspanningen van zowel de overheid als van de particuliere sector worden gestimuleerd. De training is mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de Telecommunicatieautoriteit Suriname, door Stichting ProBitas die de training in elkaar heeft gezet, BISA die voor laptops en transport heeft gezorgd en ook het instituut van de First Lady dat laptops beschikbaar heeft gesteld. First Lady Melissa Santoki Sinashiri is blij dat ze ondersteuning heeft kunnen bieden aan dit project. De presidentsvrouwen openden de training vandaag in het UNASAT-gebouw aan de Hindilaan. Vrouwen maken meer dan de helft van de wereldbevolking uit. Echter zijn ze volgens de First Lady niet in dezelfde mate vertegenwoordigd in de ICT-sector als mannen. Daarom ook dat er een stimulans moet zijn voor jonge meisjes. Dat ze de gelegenheid krijgen, jonge dames, meisjes de gelegenheid krijgen om deze sector eigenlijk te verkennen en kijken of zij wat voor voelen en talenten kunnen ontwikkelen. Dus sowieso vind ik het fantastisch dat dames de gelegenheid krijgen om deel te nemen in deze sector, omdat deze sector een van de meest inclusieve sectoren is. Iedereen krijgt gelijke kansen. Het is de meest inclusieve sector. Iedereen krijgt gelijke kansen, nou, of je nou jongen bent of meisje bent, of heer bent of dame bent. Er is geen onderscheid en het is hoog tijd dat de dames en de jonge meisjes de gelegenheid krijgen om zich in deze sector te ontwikkelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beoogt met deze training bij te dragen aan het behalen van het 5e duurzame ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties. Namelijk het gebruik doen toenemen van innovatie, technologie, informatie en communicatietechnologie.